welkom bij de avondshow. Mijn naam is Arjen Lubach. En we gaan meteen naar Brabant. Als het lukt tenminste, want daar wordt het spoor geblokkeerd door dassen. Door een dassenburcht bij S dreigt de grond onder het spoor te verzakken. En daardoor zitten reizigers vast op station Den Bosch die eigenlijk naar huis willen. Ja, ze zullen het nooit hardop zeggen, maar eigenlijk willen ze naar huis. Eigenlijk wel. En niet alle reizigers waren op de hoogte van dit probleem. Weet je wat er aan de hand is? Een defect spoor. Er zitten dassen onder het spoor. Dat meen je niet. Ja. Wow. Ja, inderdaad, wow. En hij moest dat dus van Omroep Brabant horen. Hè, waarom heeft de NS dat niet gewoon doorgegeven? Ik dacht altijd dat die NS-omroepstem alle scenario's gewoon al had ingesproken, toch? Dat leek me heel logisch. Tussen Den Bosch en Bokstel rijden geen treinen vanwege een dassenburcht. Wow. Maar die dassen, die zijn dus echt een probleem. Ze graven tunnels onder het spoor, waardoor het spoor kan verzakken en treinen kunnen ontsporen. Nou, dat begon vorige week al in Friesland. Toen bleek dat er door een dassenburcht een maand geen treinen kunnen rijden bij station Koudemolkweerum. Dus de reiziger is daar de dupe. Dat is natuurlijk ook wel echt rottig voor die man. Maar in Brabant gaat het om een van de drukste treintrajecten van Nederland. En vandaag werd bekend dat het waarschijnlijk nog weken gaat duren. En dan kun je denken, weg met die dassen. Maar dat is niet zo makkelijk. De das, we moesten hem maken. De das is namelijk sinds de jaren 80 een beschermde diersoort. Want toen ging het heel slecht met de das. Ja, drank, drugs, foute vrienden. Je zag hem gewoon afglijden. En het gaat nu ietsje beter, maar het is nog steeds een beschermde soort. En dat is dus lastig voor ProRail, want die denken natuurlijk ook aan de treinreizigers. Het issue is dat het belang van de das, en dat vinden wij als ProRail heel erg belangrijk, maar niet strookt met het belang van reizigers en vervoerders. Nee, het belang van de das is niet dat hij elke ochtend om 9 uur in Eindhoven moet zijn op loopafstand van zijn kantoor. Nee. En er moet dus iets gebeuren. Nou, Hart van Nederland vroeg alvast aan wat willekeurige reizigers of zij misschien een goed idee hadden. Wat hadden jullie gewild? Gewoon die dassen weghalen? Samen tot één vriendelijke oplossing komen. Ja, dat is mooi, toch? Vooral de dialoog aangaan met de das. Dat is heel mooi. En goed met ze meedenken natuurlijk ook, want in Friesland doen ze dit. Zo zijn ze in Friesland bezig om een nieuwbouwburg te bouwen naast het spoor en de dassen daarin te lokken. Ja, een nieuwbouwburg. Een soort Phoenix-hol. Voor de das die dan denkt, oké, dan maar burgerlijk. Hè? Maar ik heb wel een tuin op het zuiden, suckers! En die nieuwbouwburgten die worden ontworpen door de natuurorganisatie Das en Boom. Bekend van de saaie rondleidingen door natuurgebieden, Das en Boom. Dat is een boom. Dat is ook een boom. En op hun site leggen ze uit hoe ze die dassenburg te ontwerpen. Het aantal kamers wordt afgestemd op het aantal te verhuizen dassen. Fair enough. En er moeten voldoende mogelijkheden worden ingebouwd voor de dassen om de kunstburg naar eigen inzicht te kunnen uitbreiden en aanpassen. Dus als je een week later terugkomt, dan zie je een visgraadvloer, zwarte stalen deuren en van die artistieke zwart-wit foto's van de kinderen. Of kleurenfoto's. Dat verschil zie je helemaal niet bij dassen. En opvallend is dus dat zelfs Stichting Das en Boom nu zegt, weg met die dassen. Uitgerekend Das en Boom zegt nu, moeten we niet harder ingrijpen. Misschien iets te voorzichtig. Ik hou best van beschaafd handelen naar beschermde dieren, maar dit is een dwingende reden van groot openbaar belang. Daar geeft de wet ook ruimte. Oh, dat lijkt me zo sneu als de dassen dit zien, hè? Die denken, oh, iemand van Das en Boom. Eindelijk iemand die onze kant van het verhaal vertelt. Zeg het ze, Jaap. En dan krijg je gewoon een mes in je rug van je eigen belangengroep. Alsof Warchild zegt, ja, die kindsoldaten hebben het er ook wel een beetje zelf naar gemaakt. Ja, zo voelt het voor die dassen. Maar het is natuurlijk ook wel een dilemma. Kies je voor je treinreizigers of voor het leefgebied van een beschermde diersoort? Moeten er babydassen worden gedood, zodat mensen in Den Bosch ietsje eerder op hun werk zijn? Ik kom daar niet uit. Dus ik ga dat voorleggen aan onze ethisch deskundige Jonathan van der Reven. Jonathan, waar sta jij in dit debat? Ja, kijk Arjen, enerzijds... Oké, nee, wacht, laat maar. Ik weet eigenlijk wel genoeg, dankjewel. En dan? Over dassen gesproken, Laurens Dassen. Over Laurens Dassen gesproken, andere politici. Want Wopke Hoekstra die gaat door als partijleider van het CDA. Dat was de uitkomst van het grote crisisberaad gisteravond. De pers zat te wachten tot ze eindelijk naar buiten kwamen. En het CDA had ook aan alles gedacht. Het enige wat er gebeurd is, ze hebben nog zo'n plant. Ik weet niet of je die goed ziet. Ja? Met die sprieten daar eronder. Die stond hier precies achter Hoekstra. En toen waren ze bang dat hij dan misschien op een ananas zou lijken. Als ze straks naar buiten komt. Dus die plant hebben ze weggehaald. Ja,
Het CDA heeft die plant dus weggehaald. En dat is heel slim, maar waar hebben ze hem dan neergezet? En we gaan gelijk naar Xander van der Wulp in Maarsen, waar het spoedberaad van het CDA dus plaatsvindt. Haha, moet je hem zien, Xander naast van der Wulp. En het CDA heeft dus goed nagedacht over hoe het allemaal overkomt op tv. Want je wil natuurlijk niet dat mensen worden afgeleid doordat iets er gek uitziet. Is dat met partijleider Wopke Hoekstra die hier naast u staat? Ja, zonder twijfel. Ook daar is over gesproken vanavond. Maar daar is geen twijfel over. Wopke Hoekstra is onze politieke leider. Meneer Hoekstra, mogen we u dan ook wat vragen? wat maakt u daarvan? Holy fuck. De verschillen binnen die partij zijn wel heel groot. Kijk nou, Hoekstra heeft het crisisberaad overleefd omdat hij 4 woppen groter is dan de partijvoorzitter. Oké, nou, Hoekstra gaat dus door, maar dit zijn natuurlijk de dagen van Caroline van der Plas. Vorige week dik gewonnen en je merkt echt een beetje dat ze... Ja, dat ze zelfvertrouwen heeft. Gisteren nodigde ze Rutte uit voor een lunch. En wel in restaurant De Landbouw. De Landbouw. Heel toepasselijk, snap ik wel. Ik spreek het liefst ook altijd af in brasserie. Arjen heeft gelijk. Ja. Zijn jullie bekend met het concept? Ja, ha, ja. En Caroline zou kunnen denken, oké, ik kom net kijken. Hè. Even een plas op de plaats. Maar ze heeft echt veel zelfvertrouwen gekregen. Nou, ik sta hier buiten restaurant Landbouw. Dit is waar wij Mark Rutte hebben uitgenodigd om vanmiddag met ons te komen spreken over de verkiezingsuitslag. En met name wat dit nou gaat betekenen voor het kabinet, maar ook voor het kabinetsbeleid. Wauw, ik snap dat Rutte aan het denken is gezet. Maar jij gaat toch niet opeens over het kabinetsbeleid? En dit is nou typisch die niet-randstedelijke arrogantie. En dit smaakte naar meer, want ze was de parkeerplaats van het restaurant nog niet af. En toen dacht ze al, wat zit ik nou eigenlijk mijn tijd te verdoen met Mark Rutte? Mijn volgende gesprek is wat mij betreft met Frans Timmermans. Oh ja! Meteen met de eurocommissaris praten. En Frans Timmermans heeft al meteen gereageerd en hij zegt... ik ontvang haar graag om wetgeving uit te leggen. Oh, oh, dat is wel echt Timmermansplaining. Maar Caroline gaat dus heel hard. En ik wed dat ze tijdens die lunch al met Joe Biden zit te appen. En de dag daarna is het gewoon van... Hello, Jesus, can I talk... Oh, je spreekt gewoon Nederlands. Oh, Jezus, kan ik je vader misschien even spreken? Want ik heb de waterschapsverkiezingen gewonnen. Dus, dit was vandaag. Straks gaan we kappen met Zonne en Jaja van der Waals. Maar eerst nog even dit. De avondshow wordt mede mogelijk gemaakt door Bejaarden op Sneakers. Bejaarden op Sneakers. Waar ga je heen dan? Hey, wil jij de hele aflevering terugzien? Kom dan naar NPO Start. En wil je mij bananen zien gooien naar Dionne Staks en Jeroen Wollars? Kom dan naar NPO Kart. Ook leuk.